Het heeft heel even geduurd, maar vandaag weer een nieuwe transfervideo. Ik kreeg al veel berichten met vragen waar een nieuwe video bleef. Hij is er eindelijk en de komende weken, ik kan het jullie beloven, meerdere transfervideo's per week. Er gebeurt nog heel veel, dus we hebben geen tijd te verliezen en we gaan meteen al die transfers bespreken. En zoals ik iedere video zeg, we zitten enorm dicht bij die 110.000 abonnees. Maar een paar honderd. En ik weet dat heel veel van de mensen die kijken nog niet geabonneerd is. Dus je zou me echt enorm helpen en ik zou het heel erg waarderen als je even dat scherm om zou draaien. En zou abonneren voordat we de video beginnen. Als je dat nu even doet, daar heb je nu gewoon de tijd voor. Dan kunnen we nu snel beginnen met de transfers. Maar eerst even heel snel dit. Want Sora heeft nu namelijk echt een zieke promo lopen voor alle spelers die nu beginnen met het spelen van het spel. Als je namelijk nu een account aanmaakt via de link in mijn bio, krijg je op de eerste 50 euro aan spelers en kaarten die je koopt op het spel 50% korting. Dit is een promo die ze nog nooit eerder hebben gedaan en die alleen werkt via de link in mijn bio. En zodra je een account aanmaakt is de promo voor 2 weken geldig. En dit kan je echt enorm helpen bij het beginnen van het opzetten van je club. Besef, 50 euro korting. Voor als je nog niet weet hoe het spel werkt, je maakt een 5-a-side team met een keeper, verdediger, middenvelder en aanvaller. En aan de hand van hoe goed je spelers in het echt presteren, win jij misschien prijzen, kaarten, voetbaltickets. Noem maar op, alles wat met voetbal te maken heeft, ook shirts kan je zo wat winnen op Sorare. En zoals ik al zei, werkt het dus best wel makkelijk. Koop jij een bundel of een kaart, zoals bijvoorbeeld deze kaart, deze Barcelos, voor 67 euro. Dan krijg je de helft van het bedrag als een soort van Sorare credit als korting. Deze kaarten kan je ook gewoon letterlijk daarna weer doorverkopen. Je moet ze wel minimaal 2 weken in je club hebben. En daarmee kan je al een beetje beginnen met het handelen en het kopen en het aantrekken van spelers voor jouw Sorare club. De Europese competitie spelen nu natuurlijk niet, maar ook die kaarten kan je al kopen. En ook die kaarten kan je volgend seizoen gewoon gebruiken in jouw Sorare team. Deze actie is oprecht goed, anders zou ik hem nu niet aanbieden. Dus ben je benieuwd naar het spelen van Sorare? Klik dan op die link in mijn bio, want alleen via die link krijg je de korting. We beginnen met Sergio Ramos, die transfervrij Paris Saint-Germain zal verlaten vanaf morgen, want dan loopt zijn contract af. Het is vandaag 30 juni op het moment dat ik het opneem. En op 1 juli lopen heel veel contracten af. En dan is, ja, vroeger was dan het echte start zijn van de transferperiode. Nu ligt dat al in juni op het moment dat de competities voorbij zijn. Maar zie je nog altijd dat heel veel transfers vanaf 1 juli pas echt geconfirmed worden. Omdat dan heel veel spelers transfervrij zijn. En direct een transfer zullen maken naar een nieuwe club. Sergio Ramos die wil dus wel graag naar Sevilla. Club waar hij ooit al heeft gespeeld. Sevilla fans zouden dat niet heel erg graag willen. Omdat hij daar gewoon niet meer heel erg geliefd is. Zoals een lange periode bij Real Madrid. En Sevilla zelf, ja, verwacht ik misschien wel dat dat gebeurt. Een beetje hetzelfde verhaal als we nu bij Lucas Hernandez zien. Die van Bayern naar Paris Saint-Germain zal gaan. Die ook in Paris Saint-Germain niet heel lekker ligt. Of in Parijs, omdat hij bij Marseille heeft gespeeld. En echt van Marseille komt. Alleen bij Ramos is het wel anders, omdat hij van Sevilla afkomt. Dus deze transfer zou zomaar kunnen gebeuren. Ramos wil dit zelf. En als je Sevilla bent, het is wel echt een naam die je binnenhaalt. Lijkt mij best wel een slimme transfer. En ik denk dat de fans van Sevilla hem best wel terug in hun armen kunnen nemen. Noah Lang naar PSV. Het blijft een gerucht die rond blijft bazuinen door de wandelgangen. Want dit gerucht is best wel, ja, concreet. Zo kunnen we wel zeggen, denk ik ondertussen. Het probleem met Lang naar PSV is denk ik dat hij het zelf op zich wel zou willen. Alleen dat PSV niet zo'n groot bedrag ervoor over heeft. De vraagprijs van Lang ligt tussen de 12 en 14 miljoen euro. Dat is veel geld voor een club als PSV. Maar ik vraag me dan toch een beetje af. Van PSV heeft geloof ik 2 jaar geleden is ondertussen al een soort van kapitaalinjectie gekregen. Dat ook deels van het transferbudget zou moeten gaan. Ze hebben natuurlijk het afgelopen jaar, afgelopen winter, Madueke en Gakpo voor aanzienlijke bedragen verkocht. Nu lijken er misschien weer een aantal spelers weg te gaan. Wij hebben het daar nog even over Gutierrez. Die gaat voor een paar miljoen waarschijnlijk weg. Dus dat is niet echt een vetpot. Wij gaan nog over Sangaré, niet in deze video. Maar die gaat waarschijnlijk ook nog weg. Dan moet er ook kapitaal ingestoken worden om nieuwe spelers te kopen. En 12 tot 14 miljoen euro voor Noah Lang. Die het op Champions League niveau al heeft laten zien. Die het niveau gewoon aan kan bij PSV. Dat is dan eigenlijk toch een normaal bedrag. Waarvan je zou verwachten dat een club als PSV dat ook wel zou kunnen betalen, toch? Dus ik denk dat PSV deze aanbieding wel moet gaan doen. En ik ben benieuwd of ze hem over de streep kunnen trekken. En uiteindelijk ook Lang kunnen inlijven bij PSV. Dan dus Gutierrez. Ik had het net al even cold over hem. Hij gaat waarschijnlijk terug naar Mexico. En er zit een clausule in het contract van Gutierrez dat hij voor een paar miljoen overgekocht mag worden. Dit is ook letterlijk het enige wat ik tot nu toe heb kunnen vinden. Een paar miljoen. Boeit ook niet heel veel bij zo'n minder grote transfer als deze. Ik heb hier gewoon 3 miljoen neergezet.
Kan 2 miljoen zijn, kan 4 miljoen zijn. Maar ik verwacht niet dat het meer dan 4 miljoen is. Want dan zouden bronnen niet neerzetten een paar miljoen. Maar dan zouden ze neerzetten 5 miljoen of 6 miljoen of noem maar op. Dus ja, 4 of 3 miljoen euro ongeveer voor Gutierrez. PSV wist al dat ze hem kwijt zouden raken. Ze krijgen er nog iets van geld voor. Ik denk een win-win situatie. Maar we hadden al lang verwacht dat dit zou gebeuren. Harry Kane. We hebben het vaker over hem gehad. En ik vind die situatie nu wel heel erg een beetje grimmig geworden bij Tottenham. Vorig seizoen ging het over Manchester City. Uiteindelijk ging Haaland naar City toen natuurlijk. En we weten allemaal wat daarna is gebeurd. Maar Kane ligt zo erg onder de loep. Bij United, zelfs bij een Paris Saint-Germain. Iedere topclub wil een spits als Kane. Er zijn niet veel spelers als Kane op de markt. Het is een enorm goede spits die zelf heel graag weg wil bij Tottenham. Hij heeft nog maar een jaar een contract en er worden bedragen genoemd die kunnen oplopen tot 80 miljoen euro die voor hem geboden zouden worden. Bayern München heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Harry Kane. Alleen Tottenham wil hem niet laten gaan. En ik vind het echt sneu dat je een speler als Kane, die jarenlang dienst heeft uitgemaakt van Tottenham, ook in slechte tijden, ook wel dit seizoen, de enige speler was die het echt goed bleef doen, dat je hem niet laat gaan en hem een soort van laat lijden en dan gratis weg laat gaan. Dat, ja, ik vind dat eigenlijk heel erg triest. Vooral ook vanuit financieel perspectief en gedachten van Tottenham. Ze kunnen nu nog geld voor hem krijgen, volgend jaar niet. Kane wil zelf graag weg, dat is algemeen bekend. Er zijn clubs die bedragen willen betalen nu dit seizoen voor hem. Waarom laat je hem niet gewoon gaan? En ik denk dat, ja, de comments die ik online lees zijn identiek eigenlijk aan wat ik nu vertel. Het is triest dat Tottenham zo handelt. En als ze zo blijven handelen, dan moet of Bayer met een enorm hoog transferbod komen, of Tottenham laat hem niet gaan. Ja, echt pijnlijk. Echt heel erg jammer. Maar ja, 80 miljoen, als Bayer dat betaalt, dan denk ik dat ze uiteindelijk wel rond zullen komen. Omdat Kane echt duidelijk moet zijn dat hij weg wil gaan bij Tottenham. En dan moet Tottenham uiteindelijk wel gewoon buigen en gewoon hem, ja, wel laten vertrekken. Het zou echt triest zijn als deze transfer niet doorgaat. En dan vervolgens Kane bij Bayer. Dat moet een succes zijn. Dat lijkt me echt heel erg leuk. Een Engelse spits in de Bundesliga. Ik ben benieuwd hoe die het daar gaat doen. André Onana. Ook een interessant verhaal. Want na natuurlijk zijn deceptie met zijn drugsgebruik bij Ajax, waardoor hij geschorst werd en daarna wegging. Bij Inter doet hij het de afgelopen tijd heel erg goed. En hij ligt overal in één keer op pole position als het gaat om lijstjes met keepers die clubs willen kopen. Eerder ging het over Chelsea. Die zijn nu niet heel erg in de run. Maar veel clubs, andere clubs worden ook genoemd. En United is heel concreet aan het worden. Er gaan verhalen dat United een bod van rond de 30 miljoen euro al gedaan zou hebben. Maar Inter blijft nu weer forse bedragen vragen. En die vragen een bedrag dat kan oplopen tot 50 miljoen euro. We kennen Italiaanse clubs zo wel een beetje. Dat zien we ook vaker bij, dat hebben we vorig seizoen ook gezien bij Napoli bijvoorbeeld. Die waren ook heel erg stuk rondom Koulibaly. Zijn ze nu ook weer rondom Osimhen. Die gaan hun spelers gewoon niet voor weinig geld laten gaan. Die houden ze anders gewoon bij de club. Beetje hetzelfde geval als bij Kane. Alleen denk ik dat als dit bedrag voor Onana komt, dat hij wel weg zal gaan. Maar het rare is dus bij United, en ik heb het er vaker over gehad, De Gea, beetje wisselvallig. En in comment een paar video's terug, die had ook helemaal gelijk. De Gea is wel keeper van het jaar geworden dit seizoen. Die wordt een beetje langzij geschoven. En dat is heel oneerlijk als je bekijkt wat De Gea de afgelopen jaren, ook in de slechte tijden voor United, allemaal wel niet voor de club heeft gedaan. Hij is een paar keer speler van het jaar geworden van heel United zelfs nog. Ik weet niet of dat één of twee keer is geweest trouwens. En in 2017 of 18 wilde hij zelf naar Real Madrid toe gaan. Toen werkte de faxmachine op het laatste moment niet, waardoor die transfer afketste. En nu heeft hij dus een nieuwe aanbieding geaccepteerd om nog een langer contract te blijven. Met een lager salaris had United hem heeft voorgesteld. En nu heeft United die aanbieding weer ingetrokken en hem weer een nieuwe aanbieding gedaan met weer een lager salaris. Ook dit is opnieuw heel raar handelen van de club. Net zoals ik dat ook bij Tottenham zo vind. Want zo ga je in principe niet met je spelers om. En zoals het er nu naar uitziet, lijken ze De Gea een beetje naar een uitweg te duwen. Wat triest is als je kijkt naar wat De Gea de afgelopen jaren allemaal voor United heeft betekend. En eigenlijk is De Gea over het algemeen ook nog altijd wel gewoon een goede keeper, toch? Er is helemaal niks mis met De Gea, buiten dat hij soms wisselvallig is. André Onana daarentegen, een keeper waar ze nog veel jaren gebruik van kunnen maken. Een leuke aankoop, maar 50 miljoen euro is wel heel veel geld.
Dus ik ben benieuwd of ze dat gaan betalen. Skriniar gaat naar Paris Saint-Germain. We wisten al langer dat hij met Paris in gesprekken was en dat hij daar waarschijnlijk naartoe zou gaan. Het rare aan deze transfer is een beetje dat hij al op eerdere momenten een volgende transferperiode zijn overstappen kunnen maken met een transferbod. En dat hij nu gratis gaat. Goed voor Stefan de Vrij misschien, die blijft wel bij Inter. En Paris Saint-Germain gaat dus gratis zichzelf versterken met Skriniar. Een topverdediger in Italië die waarschijnlijk bij Paris gewoon zo in de basis terecht gaat komen. En dan heb je dus met Skriniar en Lucas Hernandez al twee enorm goede verdedigers binnen. En die verdediging van Paris lijkt eigenlijk wel al klaar te zijn om het nieuwe seizoen al te beginnen. Natuurlijk Marquinhos onder andere nog achterin die daar de dienst uitmaken en die daar ook zal blijven. Dus Paris doet goede zaken wat dat betreft. Ze nemen wel afscheid dus waarschijnlijk van Sergio Ramos. Maar ja, een oudere vedette die dan plaatsmaakt voor Skriniar die ook niet meer de allerjongste is. Maar die wel nog meerdere jaren op het hoogste niveau kan gaan meedraaien. Kai Havertz. We wisten het natuurlijk wel al even, maar hierbij dan geconfirmed naar Arsenal. Van Chelsea naar Arsenal, een goede transfer. Een bedrag van rond de 70 miljoen euro is er uiteindelijk betaald. Heel veel geld voor Arsenal die echt aan het smijten zijn met geld. Het lijkt alsof ze nu de smaak te pakken hebben na een tweede plek van dit seizoen. En het elftal dat mooi aan het vormen is met spelers als Ødegaard en Saka. En daaromheen moet nu het elftal van volgend seizoen helemaal optimaal gebouwd worden. Ook spelers die gewisseld kunnen worden als dat nodig is met een drukke programma. En ja, dit soort transfers, Havertz die van Chelsea naar Arsenal gaat voor 70 miljoen, die helpen daar wel bij. Het is echt een soort van inhaalslag die ze proberen te maken op City. En dat doen ze niet alleen met Havertz, maar ook met Declan Rice. Ook hij is zo goed als geconfirmed. Een totaalbedrag van rond de 116 miljoen euro. Ik zet wel 120 miljoen in beeld, omdat ik al mijn transfers afrond. En ja, het rare aan deze transfer, kan je het raar noemen, is dat City ineens hun bod introk. City zou ook een bod van rond de 100 miljoen gedaan hebben. En we weten daarnaast ook dat Gundogan waarschijnlijk weg gaat bij City. Dus dat ze daar ook gewoon nieuwe middenvelders moeten hebben. Alleen uiteindelijk kiest Rice dus zelf ook voor Arsenal. Terwijl City, ja, de treble gewonnen. Dat is de club van de wereld op dit moment natuurlijk. Hij gaat naar Arsenal. En dat is opnieuw een hele knappe, goede versterking. En daarmee geeft Arsenal bijna 200 miljoen euro uit in één week. Ja, en daar hoor je niet heel veel mensen over klagen. Waar je het wel hoorde bij Chelsea die 100 miljoen voor Mutrik betaalde. Maar ja, 100 miljoen voor Declan Rice of iets meer dan 100 miljoen. Dat is normaler. Omdat het een Engelse speler is. Het is een Premier League speler. Een Engels international. Hij heeft het al jarenlang laten zien. Ook op internationaal voetbal, zeg maar. En Europees voetbal. Alhoewel was de Conference League waar hij in speelde. Maar goed. Het is wel een speler van je weet wat je in huis haalt. En ik denk dat Arsenal hiermee een hele goede slag slaat. En we weten dat Declan Rice al langer onder de loep lag bij Arsenal, City, United, Chelsea. Alle topclubs. Uiteindelijk is het dus Arsenal geworden. Hanchko dan. Pijnlijk voor Feyenoord. Want na Kutju, nu dus waarschijnlijk Hanchko. Daar wordt gesproken over Danilo. Rangers had interesse. Er wordt gesproken over Gimenez. En zo gaat dat waarschijnlijk wel even door. Want Geertruida trouwens, daar gaan we het de volgende video nog meer over hebben. Veel Feyenoord spelers die opnieuw, net zoals vorig jaar, interesse krijgen van grotere clubs vanaf het buitenland, waar ze eventueel naartoe zouden kunnen gaan. Ik wil Hanchko bespreken met Newcastle United. En een bedrag van 30 miljoen euro. Er zou ook interesse zijn van Napoli. Dat is denk ik meer een soort van kettingreactie die is gekomen, omdat Kim naar Bayern gaat voor een bedrag van 50 miljoen euro. En ja, weet je, als Feyenoord een aanbieding van 30 miljoen euro krijgt, kunnen ze die niet afslaan en moeten ze een speler als Hanchko gewoon laten gaan. Ondanks dat Hanchko een geweldig seizoen speelde dit seizoen bij Feyenoord, kan je het ook gewoon zien als heel goed scoutingsnetwerk, speler dat pas 1 jaar, voor een paar miljoen gehaald, voor 30 miljoen weg en door. Nieuwe spelers scouten, selectie weer opnieuw om gaan bouwen, alleen je vist niet altijd, zeg maar, ja. Het is niet altijd dat je een speler als Hanchko weer aanhaalt, weer binnenhaalt. Het is niet zo dat iedere speler die ze kopen een even groot succes is. Dat is nu afgelopen jaar toevallig wel zo geweest met Hanchko en Gimenez. Maar ja, wie zegt dat volgend seizoen weer het geval is? Newcastle zou een leuke club zijn, er is nog niks rond. Geruchten zijn best wel concreet, dus ik denk wel, helaas Feyenoorders, dat het gaat gebeuren. En dan ook Kessié.
ja, voor Barça is het goed om dit soort spelers te verkopen. Kessie had niet een hele belangrijke rol in het elftal van Barça. Misschien ook nog wel een beetje omdat Busquets zal spelen die nu natuurlijk weggaat. Maar ja, Pedri, Gavi, Frenkie de Jong. Dat zijn de middenvelders daar. En er komen waarschijnlijk wel wat spelers bij. Gundogan. Dus Kessie. Is het ook Kessie of Kessie? Ik geloof Kessie. Die bleef een beetje gewoon niet een vaste basisspeler bij Barcelona. En Al-Hali, die Saoedi's, die gaan weer toeslaan. 30 miljoen euro zouden ze bieden. En ik denk dat deze transfer, als het bot echt binnenkomt, gebeuren gaat. Voor Barça is dit een hele goede deal. Want hiermee kunnen ze weer kapitaal vrijmaken om de spelers als Gundogan te gaan inschrijven. Ja, en we hebben het weer over Saoedi-Arabië. Ik wil het er, kijk, ik moet het erover hebben. Alleen ik vind het, die transfers worden zo makkelijk gedaan. En er zijn meestal ook geconfirmde transfers die ik bespreek. Deze dan toevallig niet. En ik zeg het iedere keer weer. Ja, er zijn maar 4 clubs in Saudi. Al-Ali, Al-Nasser, Al-Ittihad en Al-Hilal. Dat zijn de 4 clubs die vooral geld kunnen betalen. Omdat die onderdeel zelf zijn van de private investment fund van de Saudis. Dus waarschijnlijk na een stuk of 40 spelers die ze zullen gaan kopen. Daar ga ik echt vanuit in totaal. Gaat daarna niet meer heel veel gebeuren. Dat hoop ik, dat verwacht ik. Het zou heel raar zijn. Maar Kessié, Brozovic trouwens ook nog geconfirmed. Dat zijn spelers die nu naar Saoedi gaan. Al-Nassr trouwens voor Brozovic. En Firmino, waarvan we al wisten dat hij weg zou gaan bij Liverpool, gaat ook naar Al-Ali. Dus een gratis transfer. Alleen, ja, deze is ook gewoon al rond. Hij is er niet aangekondigd, dus in hoeverre is hij dan rond? Hij is wel bijna helemaal rond. Ook weer een interessante transfer die ook weer naar Saoedi-Arabië gaat. We moeten allemaal nog maar af gaan wachten hoe het allemaal uit gaat pakken. En bij Firmino had ik misschien ook wel interesse verwacht van een club als Barcelona die hem zouden willen kopen. Er is uiteindelijk niet echt heel veel concrete interesse geweest buiten Al-Ali. En daar gaat hij dus ook gewoon naartoe. Het is een prima overstap, want Firmino is al ouder en is bezig met het einde van zijn carrière. Dat hij dus gaat beleven in Saoedi-Arabië. En dan Van der Ven. Weer een Nederlandse verdediger die interesse heeft van een topclub. Want ja, Tottenham is wel redelijk een topclub. En ik denk dat we echt gewoon blessed mogen zijn als we kijken naar verdedigers die we hebben in Nederland. Met Nathan Ake, met Geertruida, maar natuurlijk ook met een De Jong. Of de Ligt van Dijk en wat De Vrij was. Is nu een iets minder niveau en natuurlijk een Botman. En Van der Ven kan de volgende grote naam gaan worden. Ik vind het bedrag lastig om eraan vast te hangen. Maar we weten wel, ook omdat Van der Ven ook een lang contract heeft bij Wolfsburg, dat Tottenham de topprijs moet gaan betalen. Denk misschien aan 20, 30, misschien wel oplopend tot 40 miljoen euro. Want dat zijn dit soort spelers in de hedendaagse transferwereld gewoon waard. Zodra je meer informatie over is, zodra bekend is wat voor bedragen ermee gemoeid zijn, gaan wij hem opnieuw bespreken in de volgende video. En dan komt dat nieuws ook meteen naar buiten. Maar dat er interesse is, dat is 100% zeker. En het zou een leuke transfer zijn voor Van der Ven als hij ook daadwerkelijk kan spelen bij Tottenham. We weten bijvoorbeeld dat een speler als Davinson Sanchez daar weggaat. Die maakte al niet heel veel minuten. Maar daardoor is er wel iets minder concurrentie op de posities waar Van der Ven uit de benen kan komen. En kan die zomaar daar minuten gaan maken in de Premier League. Dat zou leuk zijn, want dan wordt hij in één keer ook een veel grotere naam binnen het Nederlandse voetbal. En misschien ook wel veel eerder opgeroepen bij een Nederlands elftal. Wie weet. Interessant dat weer een Nederlandse verdediger weg gaat maken naar een Europese topclub. En ik weet dat er veel meer andere transfers zijn. Maar omdat ik een week geen transfervideo heb gemaakt, vind ik het lastig om 100 transfers in één video te stoppen. Vandaar dat in de volgende video weer heel veel nieuwe actuele nieuwtjes zitten. Dus hopelijk ben je daar gewoon wel bij. Als je nou geabonneerd bent en dat belletje aan hebt, dan weet je meteen wanneer die volgende video komt. Dus doe dat nou even als je het niet gedaan hebt voor die 110.000 abonnees ook. En dan zie ik je hopelijk bij die volgende video weer terug. De ballen, tot de volgende keer. Joe.